Dames en heren, ik wil u van harte welkom heten op deze tweede dag van deze hele week waarin u met elkaar gaat discussiëren over de belangen die u heeft als lid van de Vereniging van Eigenaren. En mijn naam is Ed Nijpels. Ik ben voorzitter van het voortgangsoverleg over het klimaatakkoord. U weet dat anderhalf jaar geleden met meer dan 100 partijen, inclusief de overheden, dat we het klimaatakkoord hebben gesloten. Daarin staan meer dan 600 afspraken over hoe we de 49% reductie van CO2 in 2030 willen bereiken. En ik word geacht om samen met 5 voorzitters om toezicht te houden op de voortgang van de uitvoering van al die afspraken. U heeft ongetwijfeld heel veel gelezen over het klimaatakkoord. Er wordt heel veel zinnigs geschreven, maar ook heel veel onzin geschreven over het klimaatakkoord. En ik wil u in kort uitleggen waar het eigenlijk om gaat. Nederland heeft samen met 194 andere landen afspraken gemaakt een paar jaar geleden in Parijs. En in Parijs hebben we met elkaar afgesproken dat we een einde willen maken aan de opwarming van de aarde. Heel belangrijk, omdat nog nooit eerder hebben zoveel landen met elkaar een afspraak gemaakt op het terrein van het milieu, als ik dit even als milieu mag omschrijven. En dat betekent dat ieder land moet aan de slag gaan. We hebben in Nederland dat akkoord van Parijs op een heel bijzondere manier uitgevoerd. Het kabinet heeft besloten dat in het verlengde van het vorige akkoord, het energieakkoord, dat we met elkaar een klimaatakkoord zouden moeten sluiten. En dat hebben we gedaan. We hebben meer dan drie kwart jaar met meer dan 100 partijen rond de tafel gezeten. En met die partijen hebben we uiteindelijk afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2, om die in 2030 terug te dringen met 49%. Dat is eigenlijk de kern van de afspraak die we in dat klimaatakkoord hebben gemaakt. Het klimaatakkoord is goedgekeurd, ook door de Tweede Kamer, en daarmee is het vaststaand beleid geworden. Als je die 49% wilt bereiken, dan moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Dan gaat het over de mobiliteit. Het gaat over het opwekken van elektriciteit, het gaat over de industrie, het gaat over landbouw, maar het gaat ook om de gebouwenomgeving. En we hebben in ons land meer dan 8 miljoen gebouwen. En dat betekent dat ook die gebouwen moeten we allemaal stuk voor stuk een bijdrage leveren aan die verduurzaming van Nederland. En u speelt daar natuurlijk als eigenaar, als mede-eigenaar van een pand, speelt u in dat opzicht ook een heel belangrijke rol. En dat betekent ook dat we aan een aparte tafel, en dat heet de tafel gebouwenomgeving, dat de partijen die daar allemaal een rol in spelen, dat is uw vereniging, maar dat is ook de Woonbond, dat is ook Edes, dat zijn ook de gemeenten, dat we met elkaar afspraken hebben gemaakt hoe wij de bijdrage van die gebouwenomgeving aan die 49%, hoe we die in de praktijk gaan realiseren. Gelukkig hebben we daarvoor de tijd. Het klimaatakkoord gaat tot 2030... maar de doelstellingen van Parijs die lopen tot 2050. We hebben in het klimaatakkoord afgesproken dat we een aantal maatregelen nemen waardoor die gebouwenomgeving ook in 2030 zijn haar bijdrage levert aan die reductie van die CO2. En daar hebben we dus de komende jaren de tijd voor. We hebben 10 jaar de tijd om die doelstelling voor 2030 te bereiken. En dat betekent ook dat niet alles onmiddellijk hoeft. De totale doelstelling van Parijs, die moeten we halen in 2050. Dus we hebben ook na 2030 hebben we nog wel de tijd om nog met een aantal maatregelen te komen. Maar 2030 is toch dichterbij dan u denkt. En daar moeten we ook nu maatregelen treffen. En dan komen we uiteraard op de rol die u als Vereniging van Eigenaren kunt spelen. Er is heel veel over gediscussieerd. U bent een bijzondere groep, hè? U bent bij elkaar met zo'n 1,2 miljoen mensen, huizen die in zo'n constructie zitten. En het is ingewikkeld, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, het is ingewikkeld om in zo'n gebouw met elkaar afspraken te maken over de verduurzaming. En daarom vind ik het een voortreffelijk initiatief dat u daar met elkaar vandaag over praat en dat u nadenkt over hoe u dat probleem in uw wooncomplex moet aanpakken. En gelukkig helpt het kabinet u daarbij? Want het kabinet heeft nadat er eerder is geaarzeld, zijn er nu toch een aantal maatregelen genomen waardoor u
als VVE ook in ieder geval over een langere periode kunt plannen. U krijgt nu 30 jaar de tijd tegen een relatief lage rente om te investeren en af te betalen in allerlei maatregelen die u neemt in uw eigen complex, in uw eigen huis. En laten we wel wezen, u doet dat overigens niet alleen maar omdat u ook voor uw kinderen een goede wereld wil achterlaten. Want daar gaat het natuurlijk om. Die opwarming van aarde leidt uiteindelijk tot rampen. En die rampen willen we voorkomen voor de kinderen na ons. Maar u doet het ook voor uw eigen portemonnee. Want als u met elkaar maatregelen treft, en dan zult u die uiteindelijk zult u het resultaat daarvan ook moeten terugvinden in uw eigen portemonnee. Het moet u eigenlijk als het ware niets kosten, omdat u door lagere energielasten uiteindelijk ook de lening kunt terugbetalen. En even los van het financiële aspect, het gaat natuurlijk ook om comfort. Laten we dat niet vergeten, ingrepen in uw woning, het gaat over duurzaamheid, zullen ook bijdragen aan de vergroting van het comfort. Ik hoop u in het kort iets duidelijk te hebben gemaakt over het klimaatakkoord. Wat u als eigenaar van een woning die in de VVE zit ook heeft te maken met het klimaatakkoord. En van de mogelijkheden die er zijn om uw complex van woningen om die te verduurzamen. Het is een buitengewoon interessante opdracht die u heeft. Er zijn gelukkig heel veel faciliteiten van de overheid die u daarbij helpen. En ik wens u als VVE buitengewoon veel succes met deze hele belangrijke operatie. De gecertificeerde EPA-adviseur van VVE Belang stelt voor u een energieadvies op en benadert duurzaamheid in brede zin. Ten behoeve van dit advies worden alle onderwerpen onderzocht die voor een VVE van belang zijn om het gebouw te verduurzamen. De vraag, wat zijn de consequenties voor de servicekosten van de VVE, kan ook beantwoord worden. Kijk op onze digitale stand of ga naar onze website voor meer informatie en vraag een energieadvies aan. De bouwkundigen van VVE Belang staan u graag terzijde. Zij zijn specialist in het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Elk jaar bezoek van uw adviseur, onbeperkt telefonisch advies, het doornemen van onderhoudscontracten en nog veel meer? Maak dan gebruik van de bouwkundige coach. Kijk op onze digitale stand of ga naar onze site voor meer informatie. Bent u bij VVE Belang aangesloten, dan is de telefonische helpdesk gratis voor u bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Laadpalen of zonnepanelen bij uw VVE? VVE Belang helpt u met het opstellen van een gebruiksovereenkomst. Ook kunnen wij het huishoudelijk reglement screenen. Wat hoort hierin thuis en wat juist niet? Genieten van vele voordelen in één pakket? Maak dan gebruik van het Juridisch Plus pakket. Ga naar onze digitale stand of naar onze site voor meer informatie.